En dan nu Vesuvius. 12. Goedenavond. Indië verloren, rampspoed geboren. Onder dat motto werden tussen 1946 en 1949 120.000 Nederlandse jongens naar Nederlands-Indië gestuurd. Hun opdracht, een stuk tropisch Nederland voorlopig behouden voor het Koninkrijk. En hier op de tribune zitten nu een aantal veteranen, 16 veteranen uit dat leger dat in Nederlands-Indië vocht. Ze komen allemaal uit hetzelfde dorp. Meneer Van Wel, hoe oud was u toen u wegging naar Nederlands-Indië? Ik was 19 jaar en we hadden net de oorlog achter de rug. Wamel was praktisch niet één huis meer wat niet vernield was. Want Wamel is het dorp waar u vandaan komt, hè? Ik kom uit het dorp Wamel, geboren en getogen. Twee broers werden ook gewond in december, 1944 nog. We kropen eigenlijk 5 mei 1945 uit de schuilkelders. 46 gekeurd. Snel naar Indië toe. Toen was u 19? Toen was ik 19. En we keerden terug in 1950. Op 9 mei 1950 mocht ik mijn kleren in gaan leveren. Dus op het uur af eigenlijk 10 mei 40, 10 mei 50... waren precies 10 jaar van ons leven. Van ons jonge leven eigenlijk, waar we eigenlijk niet veel aan gehad. We hadden veel gezien, veel meegemaakt natuurlijk. Maar die 10 jaren, die waren om. 10 jaar oorlog. Het dorp waar u vandaan komt, u noemde de naam Wamel al, werd een tijdje geleden opgeschrikt door de verspreiding van een pamflet. En dat pamflet herinnerde de jongens uit Wamel heel pijnlijk aan die periode in Nederlands-Indië. Het Betuwse dorp Wamel, 1946. Er wonen 1200 mensen. Theo, Tom, Frans, Jo en Henk krijgen niet de tijd het in de oorlog verwoeste dorp op te bouwen. In totaal 34 jongens uit Wamel gaan als soldaat naar Nederlands-Indië. Een paar vrijwillig, de rest dienstplichtig. De Nederlandse regering besluit in Indië namelijk de orde te herstellen. Samen met de jongens uit Wamel gaan 120.000 militairen naar de gordel van Smaragd. Daar moeten zij de guerrilla-acties van Sukarno's vrijheidsstrijders beteugelen. Nederland verliest deze 4 jaar durende oorlog. Indonesië wordt in december 1949 onafhankelijk. De tol is enorm. 100.000 doden aan Indonesische kant. Een kleine 5.000 doden onder de Nederlanders. Onder hen Willy Verheijden en Henk van Let uit Wamel. De andere jongens keren terug in hun geboortedorp en bouwen in naoorlogs Nederland een nieuw bestaan op. September 1994. In Wamel herleeft de oorlog in Nederlands-Indië door de mysterieuze verspreiding van een pamflet dat met een schuilnaam is ondertekend. Daarin wordt een aanval van Nederlandse soldaten op een Javaans dorpje, een kampong, beschreven. Op West-Java, oostelijk van Batavia, in het gebied Krawang, lag het dorp Rawakade. Vanuit Rawakade was er op Nederlandse militairen geschoten. Daarom werd besloten dit dorp eens goed mores te leren. 'S Nachts werd Rawakade geheel omsingeld. Degenen die in die nacht het dorp verlieten, werden geruisloos afgemaakt. Omstreeks 5:30, toen het licht begon te worden, werd met mortieren het vuur op het dorp geopend. De mannen, vrouwen en kinderen die eruit vluchtten, werden allen neergeschoten. Verbijsterd lezen de Wamelse veteranen het pamflet. Voor zover bekend is geen van de Wamelse jongens bij dit incident betrokken geweest. Ik denk nu dag en nacht aan de Rawakade
en doe dat met hoofdpijn en met tranen die achter mijn ogen branden. Mijn naam kan ik u niet noemen, omdat deze informatie door bepaalde kringen beslist niet op prijs wordt gesteld. Maar misschien kan er uit Wamel, juist uit Wamel, een initiatief komen. Ik weet niet hoe. Hier is een aantal mensen uit Wamel op de tribune. Meneer Den Bieman, is er mogelijkerwijs, u heeft het onderzocht, in Rawagedé, in dat dorp, is iets gebeurd, maar is er een relatie te trekken tussen het dorp Wamel en dat dorp in West-Java? Totaal niet, want geen van onze jongens heeft daar gelegen. Nou, is het pamflet verspreid in het dorp? Kijken mensen in het dorp u nou met de nek aan? Nou, dat kan ik niet zeggen. Mensen mij hebben ze nooit erop aangekeken, nou nog niet dus. Nee. Maar ik weet, en er wordt er wel vrij over gesproken dat ze dat willen in Wamel. Dus, Meneer Bouwman, de brief is ingeslagen als een bom, neem ik aan. Ja, ja. Maar u heeft ook geen idee wie erachter zit? Nee. Uw vrouw, mevrouw Bouwman, wat betekent het voor u? Die brief? Ja. Die heeft een heleboel weer losgemaakt. Die komt dan binnen en mijn man die heeft toch al een beetje... dat hij veel met Indië bezig is. Dus als zo'n brief dan komt, dan komt er gewoon als een rode draad terug in zijn leven. Want dat is het Indië gebeuren trouwens. Ja. Ik schrijf naar meneer Van Wel, ook uit Wamel, uit het dorp. U woont er niet meer. Die tijd, 1946 tot 1949, staat bekend onder de naam Politionele Acties, hè? Dekt dat woord de lading voor u? Ik vind dat zo'n verschrikkelijk klein woord geworden is. Wij zaten toen daar en we wisten natuurlijk niet wat de Nederlandse kranten schreven. Maar bij de ouders, broers, zussen, familie is zoiets overgekomen. Och, een politieactie. Nou ja, daar kan wel wat gebeuren, maar dat zal allemaal wel meevallen. Nou, een politieactie zie ik heel anders. We gingen er met 120.000, 130.000 mensen naartoe. Op een gegeven moment gingen we de grenzen over. Ten aanval werden vliegtuigen, parachutisten, tanks werden erin gezet. Er zijn, als je in Roermond gaat kijken, bijna 6.000 namen staan er gegrift. Nou, dat is op de herdenking, bij het herdenkingsmonument. Er zijn 100.000 Indonesiërs gesneuveld. Ja, als we dit politionele actie noemen, dan weet ik niet meer wat oorlog is. Het is versluierend taalgebruik, zegt u eigenlijk. Ja, dat hebben ze hier de mensen mee zoet gehouden. Ja. Nou is het zo dat heel veel mensen militaire acties hebben meegemaakt als die in Rawagedé zich hebben voorgedaan. We hebben dat nagegaan, er is daar in die kampong iets gebeurd. Heeft u dergelijke acties als beschreven in het pamflet meegemaakt? Absoluut. Maar dan wel met een ander einde. We noemden dat een zwiepploeg. En dan s'nachts om 2 uur of 3 uur ging er een ploeg jongens op sluipschoenen door de kampong heen. Die gingen die afsluiten. En dan tegen de morgen stond, dan ging een andere patrouille met wat meer kabaal door het dorp heen. Waardoor de kwaadwilligen vluchten natuurlijk. Want die dachten, we moeten maken dat we wegkomen, want anders worden we onder de voet gelopen. En alles wat dan een wapen had of schieten wou, ja, dat werd ofwel gevangen genomen, of er werd wat anders metgedaan wat het woord oorlog meebrengt. Wat anders is? Ja, als ze bleven schieten, ja, dan werd het natuurlijk teruggeschoten. Dan was het op een gegeven moment jij of ik. Ja. Meneer Bouwman? Ik heb nooit een burger zien vermoorden in de kampong van de mensen die vluchten. U heeft wel gevechtshandelingen rond kampongs meegemaakt. Absoluut. Was u goed voorbereid op wat u daar te wachten stond? Nou, de meesten kenden nog niet meer wapen omgaan. Die wisten niet of ze de loop of de kolf naar voren moesten houden. Dat is dus een Wamelse overdrijving, dit. Ja. Zullen we een Wamelse overdrijving? Nee, maar ik weet van u dat u in hinderlagen bent gelokt ook met uw compagnie. Nou, wat waren de gevolgen? Wat heeft u meegemaakt? Nou, de meeste jongens is daar wel bekend. Garutasik. Daar komen wij om een bocht heen. Waar is het, op Java? Op Java, ja. Daar ligt er zit een oude vrouw midden op de weg. Meer dood dan levend. Dus wij stoppen uit fatsoen om die vrouw aan de kant te leggen, of te zetten. Terwijl wij stoppen, worden we hevig onder vuur genomen. Daar schoot ze mijn maat, die ik helper was. Die schoot ze een dum-dum kogel, wat hij niet gebruikt mocht worden. Die schoot ze een dum-dum kogel in de kop. Heeft u meegemaakt dat, behalve deze maat van u,
er meer jongens met wie u in dezelfde compagnie zat sneuvelden? Nou, wij gingen een keer verhuizen. En toen komen we naar Bangkok, dat is een plaatsje heel onder in een dal. Dan komen we daar over zijn weg heen. Dan hadden we een stuk dat je goed rijden kon. En dan was het weer een stuk heel slecht. Dus, maar net op dat slechte punt, nou, dat kereltje, heb ik nog in mijn ogen zitten. Dus er zat een corporaal naast mij, aan de linkerzij. En ik zie die eerste handgranaat komen. Ik schreeuw. En ik vloog zelf over de wagen eraf. Ik viel nog op mijn hoofd. Maar toen kreeg die jongen, die eerste, die kreeg die handgranaat hier voor zijn buik. Maar de meeste jongens die springen achteraf en dan gooi je er nog toe. Dus ik schoot of al de boom, maar ja, springend schieten. Dus de meeste jongens springen achteraf en dan gooi je er nog twee tussenin. Twee granaten? Op tussen die jongens die achter van die wagen af sprongen. Ik sprong vooraf, maar die andere jongens sprongen achteraf. Dus dan gooi je er nog twee tussenin. Dus er waren er vier. Nou, die lagen al op sterven. Er was er één bij, zelfs mijn grootste bakker. Die was zijn benen kwijt. Dus, en we hadden nog geen zout, bij wijze van spreken, om die wonden af te binden. We hadden niks, heel niks. U had helemaal geen materiaal, om te gaan. We hebben die jongen, onder andere, ja, ik zal geen namen noemen. Die hebben we gewoon in de handen dood moeten laten bloeien. Omdat we geen materiaal hadden. Als je dit soort gebeurtenissen meemaakt in de oorlog, daar word je hard van. Ik vraag aan u, meneer Den Bieman. Kon u dat aan als jongen van? Hoe oud was u? Ook 19, ook 20. Kon u dat aan? Nou, ik heb een andere achtergrond als de meeste jongens. Hè. Dat is het probleem. Ik had op 17 jaar leeftijd had ik al met de bewuste front. We hebben 9 maanden front gehad in Wamen, september tot mei. Heb ik mijn ouders verloren en een broer met een vliegende bom. In 44, 45? In 45. Mm-hmm. En dan kom je anders tegenover het leven te staan. Hè? En vooral als je bent 17 jaar. Maar snotneus natuurlijk. Ik ben nooit verder als je eigen dorp een goed verzoen geweest. Kijk, en dan heb je toch een andere mentaliteit opbouwen. En die heb ik ook opgebouwd. Dat weet ik goed van mezelf. Ik ben ook, in Indië was ik ook hard. Ik kon het makkelijk aan. Ik heb ook nooit geen traumas van overgehouden. Naar huis niet, of terug niet. En, dat harder is dan de andere jongens, zegt u? Veel harder. Want mijn kameraden, er zijn er toevallig een paar bij. Ik moest altijd eerste verkenner zijn op een patrouille. Of je nou dag of nacht was, dat maakt niet uit. En deze jongens die kunnen dat beamen, dat je als eerste verkenner loopt op een patrouille. Dan loop je 100 meter voor de groep uit. De tweede verkenner komt op 50 meter en dan komt de groep met de beschermde zwaarder wapens. Kijk, en ze hebben tegen mij gezegd, ja, waarom ben je niet bang? Ik had niks om bang te zijn, ik was alles kwijt om bang voor te zijn. Ja. En dat is een hele andere achtergrond als de meeste jongens hadden natuurlijk. Ja. Er wordt wel gesproken over schone en vuile oorlogen. Maakt u dat onderscheid ook? Oorlog is het smerigste wat er in, misschien op politiek, nou, politiek denken dat de nette, maar ik noem het de nette oorlogpolitiek, maar het hoort zo kort bij elkaar. Maar een schone oorlog bestaat dus niet? Nee, die bestaat niet, die heeft nog nooit bestaan. Dat is de kernvraag natuurlijk. En die komt steeds terug. Heeft het verblijf van die 120.000 jongens, waaronder u, zin gehad? Ik vind wel, er wordt hier de laatste tijd altijd gesuggereerd dat die oorlog dus helemaal waardeloos geweest is. Maar ik meen absoluut, toentertijd zaten er allerlei groepen. Ik geloof wel, als de Nederlandse jongens de troepen dan niet gezeten hadden, dat dus bepaalde groepen daar, plus de Japanners die erachter gebleven waren, dat die toch een conflict opgebouwd hadden onderling, dat het toch ergens een soort burgeroorlog was geweest. En nu is het toch ergens misschien door die acties van de Nederlanders, is het toch soms een eenheid geworden die na die tijd opgebouwd is. Want na die tijd hebben ze ook nog die coup van die communisten en alles gehad. Er is dus, laten we zeggen, er is minder bloed gevloeid door deze oorlog dan anders gevloeid zou zijn, vind zegt wel, u. Ik vind dat er toch een hoop aan. Door de jongens is ook een hele partij goed gedaan. Ja. Nou is uw terugkeer naar Nederland op een gegeven moment steeds uitgesteld, omdat het gewenste resultaat eigenlijk uitbleef. Hè? Ja. Hoe keek u daar tegenaan? Ja, dat bleef maar duren. We zouden eerst 1,5 jaar gaan en toen werd het al 2 jaar. En ondertussen was het al 2,5 jaar. Toen kwam er nog weer eens een actie. Ja, en toen kwam op een gegeven moment de overdracht. Dus toen moesten we de wapens inleveren, moest alles afgegeven worden. Toen werd het gezag overgedragen in december 1949.
Maar ja, het moest dan toch nog weer maart 50 worden voordat ze een boot voor ons hadden om terug te keren. Ja, en hoe is de ontvangst daarna geweest natuurlijk? Ja. Hoe is die geweest? Nou, fantastisch naar de negatieve kant. We kwamen in Rotterdam aan en je had een hele partij papieren, kreeg je je verlofpas, want je werd weer Nederlander. Huh? Je moest je kunnen legitimeren. We kregen 2 sinaasappelen onder ons jasje geduwd. En 75 gulden, nou dan kon ik precies een nieuw kostuum verkopen toen der tijd. Maar je ondergoed moest je nog inleveren. En als je niet uitkeek op 9 mei en je trof een verkeerde, dan mocht je nog behoorlijk bijdokken voor je spullen die je dus... 9 mei, wat bedoelt u met 9 mei? Toen ik de dag dat u regeerde? Nee, toen we alles inleverden, onze uitrusting. Toen werd alles genoteerd, dus werden netjes op lijsten gezet. Jongens die nooit in Indië waren geweest of in het leger, die moesten toen uitmaken als je je koppelriem kwijt was, dat je zoveel moest betalen. Kon u na afloop, u kwam terug, meteen aan de slag in Nederland, want heel Nederland was bezig met de wederopbouw na de oorlog. Heel Nederland was aan de slag, maar wij waren eigenlijk ja, zo'n beetje uitgestoten volk. We kwamen terug uit het land, ja, we waren misschien wat wild, ik weet het niet. Of misschien niet zo gewaardeerd. Het was allemaal moeilijk om aan de slag te komen. Voor iedereen. Omdat we, en iedereen die hier was gebleven, had kunnen studeren, had zijn carrière kunnen opbouwen. Maar wij waren ondertussen 24 jaar en ja... Was er toen een bureau wat u hielp om weer aan de slag te komen, een baan te zoeken? Ik heb van geen één bureau ooit wat gehoord. Niets. Mevrouw van Wely, ik ga even naar u toe. Hè. U bent van een heel andere generatie. Uw vader zit naast u, heeft daar ook gevochten. Heeft uw vader veel verteld thuis over die periode? Uw vader komt ook uit Wamel. Ja, heel weinig. Er waren wel wat foto's en die mochten we ook altijd inzien. Maar verder werd er eigenlijk over Indië niet gesproken. Nee. Heeft u er wel naar gevraagd bij hem? Heel weinig ook, ja. Ja, de fotoboeken lagen er wel en die mochten we inzien. En als we daar vragen over hadden, dan werd daar wel op geantwoord. Maar verder is eigenlijk niet. Het gaat eigenlijk tot op de dag van vandaag door met uw vader zo? Of is het de laatste tijd wat meer bespreekbaar met hem? Nou, ook meer door middel van die brief is natuurlijk weer iets meer naar boven gekomen. Die brief die verspreid is? Ja, die brief die verspreid is. En ook dat... Ze hebben wel regelmatig een reunie van waar mijn vader is dus geweest bij die groep. Mm-hmm. En dat is eigenlijk het enigste. Ja. Mevrouw Bouwman, uw echtgenoot, heeft hij daar veel over gesproken? Mm-hmm. Bijna altijd. Er gaat bijna geen dag voorbij of hij heeft het al over Indonesië gehad. Is dat tientallen jaren zo doorgegaan of nee, is dat de laatste tijd? In het begin van ons huwelijk niet. Dan zijn de kinderen en het werk en ja, dat... Heeft natuurlijk, dan leidt die aandacht er vanaf, maar sinds een jaar of 10. En ook de televisiebeelden die je ziet van oorlog. En dan roepen die beelden van Indonesië, van die oorlog, die komen dan weer terug. Hoe uitzicht dat? Nou, hij heeft er s'nachts ook wel eens moeite mee dat hij wakker wordt. Dat ik wakker word, dat hij ligt te dromen. Dat gebeurt vaak genoeg. Dat en dan is het Indonesië wat hij overdroomt. En dat is aan de orde van de nacht of is dat een uitzondering? Nou, regelmatig. Tot zover wil ik u bedanken. Ik kom zo nog zeker bij u terug. Het laatste boek van A. van der Heijden heet Asbestemming. Het is een autobiografisch boek over de vader van de schrijver... die onder andere op Sumatra bij de stoottroepen van de 7 december-divisie diende. Van der Heijden senior raakte daar bevriend met een kampongburgemeester, een dorpsburgemeester. En pas na zijn dood in 1993 komt Van der Heijden junior... erachter wat zijn vader op Sumatra heeft meegemaakt. En dan vraagt hij zich af of die ervaring wellicht de bron is... van zijn vaders levenslange schaamte en ook zijn drankgebruik. Peter Faber leest een fragment uit Asbestemming van Adrie van der Heijden. Uit de schoenendoos met foto's herinner ik me een aantal... op het eerste gezicht onschuldig ogende vierkante kiekjes met kartelrandjes. Ik bekeek ze als kind... zoals ik de andere foto's van mijn vader als militair bekeek. Het had met ver weg te maken. Pas lang nadat mijn vader de kiekjes aan Kees C., de latere organisator van de oud-strijdersreunie, had overgedaan, is de gruwelijkheid van het afgebeelde tot me doorgedrongen. Een berg slachtafval, met onder de bovenrand van de foto's
nog net zichtbaar de rij kistjes van toekijkende soldaten. Losse lichaamsdelen, wolken darmen, afgehakte hoofden, wel 5 of 6. Op een andere foto een kind, schijnbaar slapend, maar met het hoofd veel te ver weg van de romp. Wat daar binnenste buiten gekeerd te kijk lag voor de amateurfotograaf, was het gezin van de Toean Kampong, inclusief de Toean Kampong zelf. Met kapmessen uitgemoord door opstandelingen, revolutionairen. De soldaten die de slagpartij in oogenschouw kwamen nemen, hadden nog een jongetje van 1 jaar of 10 hoog in de hanenbalken van het burgemeestershuis aangetroffen. Levend, maar overnight in een schuw, sidderend diertje veranderd. Hij had er een goed heenkomen gezocht, maar moest toezien, op zijn minst aanhoren, hoe zijn ouders en broertjes en zusjes werden afgeslacht, omdat de vader heulde met de Nederlanders. Ik denk nog vaak aan die jongen. Als hij nog leeft, moet hij nu 58 zijn. En aan de gruwelbeelden die hij nu al bijna 1/2 eeuw in zijn ransel meedraagt. Mijn vader stond die nacht van de slagpartij bij de kampong van zijn vriend op wacht. De ironische soldatenkistjes op de achtergrond van de fotografietjes. Allemaal ongetwijfeld steun biedend aan een lichaam uit 1 stuk. Waren daar ook de zijne bij? Ik denk dat mijn vader als wachtpost wel degelijk geconfronteerd is met wat er 's nachts misging. Er waren ook jongens die weigerden naar Indië te gaan. Het waren er aanvankelijk 6.000 en 1.500 van hen hielden voet bij stuk. De meeste van die jongens die weigerden te gaan hadden politieke motieven. En Puk Heitlager was een van die Indonesië-weigeraars. Meneer Heitlager, hoe noemt u het zelf? Weigeraar of deserteur? Weigeraar. Weigeraar. Want er waren ook jongens die gewoon deserteerden, hè? Ze noemden het desertie omdat je niet terugkeerde naar van inschepingsverlof. Ja, u zat al in dienst, u kreeg inschepingsverlof en u keerde niet terug. Ja. Die hele weigeringsactie is de grootste militaire ongehoorzaamheid die Nederland ooit gekend heeft. Ja. Waarom weigerde u te gaan naar Indië? Nou, het in feite uit politieke motivatie, of schoon je dat tegenover de ondervragers die je later kreeg, niet toegaf. Want deed je dat, dan wist je zeker dat je streng gestraft werd. Ik wil even naar professor Lou de Jong toe. Die heeft natuurlijk het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog beschreven. Heeft ook de naoorlogse periode beschreven. En die schrijft over uw groep letterlijk: het waren geen politieke tegenstanders van het regeringsbeleid. Eerder betrof het dienstplichtigen die het niet opbrachten van hun omgeving gescheiden te worden. Ja. Wat is uw reactie op die tekst van de Jong? Dat een beetje onzin is natuurlijk. Want als je nagaat dat er bij ons zeelieden zaten. Die toch wel best bij vader en moeder vandaan konden. En maar persoonlijk ook. Ik heb in de oorlog heb ik als schippersknecht gevaren. Ja, dan kwam je ook weken en maanden niet thuis. Hoe bent u gepakt door de militaire politie? Ik werd gepakt omdat mijn broer die had een stommetijdje begaan. En die had wat gestolen. En toen dachten ze dat ik dat vervoerd had. En ik werkte bij een zeilmakerij waar ik op een jeepie zat. Toen pakten ze me op. En ze wilden me laten gaan. Ik werd opgepakt door de waterpolitie. En ze wilden me wel laten gaan, dat kon ik wel merken. Maar ik stond in het opsporingsregister. Dus zo bent u gepakt. Bent u veroordeeld ook? Nee, ik ben niet veroordeeld. Hoe bent u de dans ontsprongen dan? Nou, ja, want de meeste jongens krijgen 2, 3, soms 4 jaar. Hè? Ja, er zijn erbij. Die hebben 7 jaar gehad. Je kwam in schoon over, dat had een mooie naam, hoor. Maar wij noemden het de strafkamp. Dat is een militair strafkamp. Ja. Een militair strafkamp en daar kreeg je de commandotroepenopleiding. En die was behoorlijk zwaar, maar sportief kon je hem wel volbrengen hoor. Maar als je er 10 of 12 weken was, dat weet ik niet exact meer, dan kreeg je pas bezoek. En je had al die tijd je vrouw niet gezien en toch wel spanningen. En de kleinzieligheid van het kader, dat kwam toen naar voren toe, hè. Want mijn vrouw was er niet geweest. Op de eerste bezoekdag kwam alleen mijn moeder en mijn schoonzuster kwam.
En ik had dus sterk gerekend op dat mijn vrouw zou komen. En die kwam niet. En toen kreeg ik 's avonds, toen we waren nog aan het napraten in de zaal, in de kamer. Toen kwam dominee Brokke binnen. En die zei tegen mij, nou, hoe was het met het vrouwtje? En toen werd ik zo vreselijk kwaad dat ik heb hem een pak op zijn lazer gegeven. Toen werd ik overgebracht naar de B-brakken, dat was een hospitaaltje. Dus u werd eigenlijk door dat gedrag, werd u bij nader inzien, kreeg u S5 door de militaire autoriteiten? Ja, dat heb ik. Ik weet niet of ik dat S5 heb gehad hoor. Ik mag nooit meer in dienst. Later ging dat S5 heten, geloof ik. Ja, ik weet niet hoe ze dat toen noemden. Ja. Maar in ieder geval werd u, om die reden werd u niet veroordeeld, maar kon u gewoon geen rol meer spelen in het leger. En er zijn andere weigeraars, zijn heel zwaar gestraft. U zei zelf al, tot en met 7 jaar zijn ze veroordeeld. Ja. Eigenlijk ben u er concluderend heel redelijk uitgesprongen, want u werd ontslagen uit Schoonhoven en u kon aan de slag in de burgermaatschappij. Zo zou je het kunnen noemen, maar dat heb je wel je hele leven achtervolgd. Hè? Hoe dan? Nou, neem maar eens aan dat je kreeg geen overheidsbetrekking. Heeft u dat ooit gepoogd? Ja, ik ben zelf zo gek geweest om te proberen onderwijzer te worden. En ik ging leren voor onvolledig bevoegd onderwijzer. En je hebt overal mensen die min of meer sympathie voor je koesteren. En er zat er ook een, de inspectie onderwijs op het gemeentehuis, en die zei tegen me... In Zaandam was dat? In Zaandam. Waar je mee bezig bent, dat kun je wel vergeten, want je krijgt van zijn leven geen aanstelling. En dat had te maken, dat beroepsverbod had te maken met uw weigering? Dat had te maken met je politieke overtuiging en met de weigering naar Indonesië te gaan. Nou, dat was verder in de jaren 50 was dat? Ja. Ja. Nou hebben we net gehoord hoe Indië-veteranen zich in ieder geval niet erkend en voor een tamelijk groot deel vergeten voelen. De weigeraars hebben datzelfde gevoel. 6 jaar geleden heeft uw groep geprobeerd om een soort eerherstel te krijgen. Dat is eigenlijk helemaal niet gelukt. De overheid was er niet gevoelig voor dat verzoek om eerherstel. Hoe komt dat, denkt u? De regering heeft niet gereageerd. Dat is ook natuurlijk politiek. Waarom of ze niet gereageerd hebben en die zo klaar is een klontje. Kijk, als we weten en even nagaan waarom of onze Nederlandse jongens naar Indië moesten. Want een groot deel van de jongens die werd gebruikt voor bewaking van de grote plantages van de koloniale machthebbers. En als je om eerherstel vraagt, dan vraag je ook onherroepelijk naar het verleden, naar het politieke verleden. En daar was de regering 6 jaar geleden niet aan toe. Nou, is er nog niet aan toe. En nu nog niet aan toe. Nee. Deze regering die zal daar nooit aan toe komen. Voelt u op dat punt wat u heeft meegemaakt, wat nog redelijk meevalt, voelt u wrok tegen de Nederlandse overheid? Nee. Als je wrok koestert tegen iets of iemand, dan heb je jezelf ermee. Wat voelt u dan? Haat. Ik haat ze hartgrondig. Nou is... tijdens de pogingen die u heeft gedaan om eerst over de weigeraars te krijgen, is ook wel gezegd door uw groep van weigeraars, historisch gezien hebben wij gelijk gekregen. Ja. Een aantal mannen die wel gingen, hebben zich daaraan geërgerd. Kunt u zich dat voorstellen, dat ze zich daaraan ergerden aan die uitspraak? Nou, er zijn natuurlijk 120.000 jongens wel gegaan voor hun nummer. Ja, en ik betreur dat. Ik vind dat ontzettend erg dat die jongens daar ingestapt zijn. U blijft vasthouden aan het punt, ook de andere jongens die wel zijn gegaan hadden niet moeten gaan. Dat is historisch gezien, blijft u dat zeggen? Ja. Mag ik u bedanken tot zover, meneer Huisdrager? Ja, zeker. Mag ik nou een glaasje water nemen? Natuurlijk neemt u nu een glaasje water. Op 27 december 1949 werd Indonesië uiteindelijk onafhankelijk. En tot vandaag speelt de onverwerkte oorlog in Nederlands-Indië in ons land nog steeds een rol. 1000 man die hun tijd in de tropen hebben uitgediend en een groep verlofgangers stormen met de Nieuw-Holland de haven van IJmuiden binnen. In totaal 120.000 jongens keren terug. Financiële steun krijgen ze nauwelijks en al helemaal geen psychologische hulp. We zitten in de jaren 50. Alle mannen storten zich op de wederopbouw van naoorlogs Nederland.
en verder zwijgt iedereen. Tot 1969, als in VARA's achter het nieuws Joop Hütting vertelt wat er in Indonesië ook gebeurde. Kregen we dan mensen in handen, dan zaten we daar vaak om verlegen. Wat moeten we met die mensen doen? Die mensen die, kunnen we meenemen, maar dat kost ons vuurkracht. Die moeten bewaakt worden. En dan was het vaak zo, vooral op de langere patrouilles, dat we die mensen afmaakten. Dat is een duidelijk voorbeeld van een oorlogsmisdaad. Deze uitspraak veroorzaakt de eerste rel rond de verwerking van ons verleden in Nederlands-Indië. Eind 1987 de volgende rel. Nu is dokter Lou de Jong de aanleiding. In deel 12 van zijn geschiedschrijving spreekt hij van oorlogsmisdrijven gepleegd door de Nederlanders. Onder druk van oud-Indië-strijders wijzigt hij het begrip oorlogsmisdrijven in excessen. In 1988 vragen de mannen die weigerden naar Indië te gaan en die voor jaren in de cel belanden om eerherstel. Woedende veteranen zien deze weigeraars als lafaards. Als premier Lubbers zegt niets in dat eerherstel te zien, ebt de woede weg. In 1993 wordt het trauma opnieuw opengereten, wanneer Ponke Prinsen een visum aanvraagt. Prinsen deserteerde uit het Nederlandse leger en sloot zich aan bij de guerrilla. Hij is een verrader, vinden de veteranen. En in mei dit jaar in de Groningse rechtbank de zoveelste uitbarsting van emoties, als oud-Indië-strijders de schrijver Gra Boomsma voor de rechter slepen. De veteranen vinden dat Boomsma, kind van een Indië-veteraan, in zijn boek De Laatste Tyfoon geen vergelijking mag maken tussen Indië-strijders en SS'ers. Het moet deze keer afgelopen wezen. Want het heeft lang genoeg geduurd voor de televisie, in de kranten, in boeken. Het moet deze keer afgelopen wezen. Wij zijn geen oorlogsmisdadigers. Wij zijn geen SS'ers. De oorlog daar wordt wel genoemd de vergeten oorlog. Maar voor veteranen als die we net hoorden, is die oorlog nog helemaal niet vergeten. En hoe is het op school? Zomaar een geschiedenisleraar in een school in Ede, meneer Brouwer, het Marnix-college. Is die oorlog voor uw leerlingen vergeten? Nou, dan denk ik dat ik twee dingen moet zeggen. Sommige leerlingen interesseert het, maar meestal van huis uit. Ik vroeg van de week nog, waar ligt Nederlands-Indië? En toen zei een leerling tegen mij, dat is ergens in de buurt van Indonesië. Dus ze weten zelfs niet wat ligt. Ik heb een leerling gehad, dat was zelfs een Molukse meisje. Dat klopt toch, het ligt toch... Ja, het is nog niet zo gek gezegd. Ik zou als leerling nu terugkomen, hoor, in de klas. Ik had een Molukse meisje en die had in de tijd van de kapingen op haar blouse een regel staan van vrijheid voor het Molukse volk. Toen vroeg ik aan haar, waar liggen de Molukken? En toen wees ze naar Zuid-Amerika. Zo slecht is het bekend bij leerlingen. Het verleden in Nederlands-Indië, politionele acties, 46, 49, leeft in het geheel niet. Betreurt u? Nou, ik zeg niet leeft in het geheel niet, maar leeft bij 90% van de leerlingen. Niet. Dat betreur ik, ja. Nee. Vind ik jammer. Het is een stuk vaderlandse geschiedenis wat toch veel indruk op ons heeft gemaakt. Ja, meneer Van Liemt, leeft het onderwerp? Ik denk het niet. Nee. Alleen een heel beperkte kring die er direct bij betrokken is. Ja. U bent een van die mensen uit beperkte kring. U hoort bij de elite, zo maar zeg. Ja. Nou ja, wat barinerend gezegd wellicht. U heeft dit boek geschreven. Een mooi woord voor oorlog. En daarin behandelt u de laatste periode voor de eerste politionele acties. Hè? Waarom heeft u het boek geschreven? Wat intrigeert u zo in die periode? U bent journalist, werkt bij Nova. Er zijn eigenlijk twee dingen. Op de eerste plaats heb ik me jarenlang afgevraagd hoe het mogelijk is dat een volk 2 jaar na zijn eigen bevrijding een oorlog begint. Dat heb ik niet kunnen verklaren. Ik heb er alles over gelezen wat ik kon vinden en kon het niet verklaren. Dus toen heb ik besloten om het zelf maar eens uit te zoeken. En ik wil niet zeggen dat ik het nu helemaal snap, want het blijft een groot raadsel. Het tweede is dat ik eigenlijk vind, dat merkte ik toen ik dat aan het onderzoeken was, dat die 120.000, en volgens sommigen zijn het wel 200.000 hier gevochten hebben op de een of andere manier, er toch recht op hebben om te weten waarom daar op een gegeven moment het startsein voor een oorlog is gegeven. Het wordt wel politionele actie genoemd, maar het was natuurlijk oorlog. Dat vind ik toch onbegrijpelijk, dat die mensen dat eigenlijk nooit gehoord hebben. Ze zijn destijds slecht ingelicht. En ze zijn nog steeds slecht ingelicht, want het onderwerp was eigenlijk taboe. Tot 62 in ieder geval. Want toen waren wij nog altijd gebrouilleerd met Indonesië over Nieuw-Guinea. Ja, daar mocht natuurlijk niks over gezegd worden.
De mensen weten het niet. U heeft maandenlang, intensief, jarenlang journalistiek onderzoek gedaan, resulterend in het boek. U concludeert, de besluitvorming voorafgaand aan de eerste politionele acties was heel, heel chaotisch, hè? Ja. Kunt u dat uitleggen, zonder in details al te veel? Nou, ik denk dat de belangrijkste factor die een rol speelde was geld. Het leger is er naartoe gestuurd om de plantages weer open te krijgen en om daarmee het berooide Nederland aan de vies te helpen. En vooral het berooide Nederlands-Indië. Heel veel plantages waren niet beschikbaar. En ze hoopten via dat leger die plantages weer open te krijgen. Wat gebeurt er nu? Op een gegeven moment zit dat leger, dat kost 3 miljoen gulden per dag, oftewel 1 miljard per jaar. En dat was niet meer te betalen. Op een gegeven moment klaagde de minister van Financiën dat er nog voor 2,5 maand geld in kas was. En anders moest het leger ontbonden worden, er was geen geld meer voor. Dat heeft een belangrijke rol gespeeld om die oorlog op een gegeven moment te beginnen. Want die plantages moesten open. Die oorlog, versneld. Die oorlog zou de opening ook versnellen. Het heette Operatie Product. Het was een economische actie. Dat op de eerste plaats. Een ander belangrijk punt was het is al even te sprake geweest, de ingewikkelde politieke situatie. We hadden een tweepartijenkabinet, KVP en Partij van de Arbeid. Waarvan de KVP eigenlijk unaniem vond dat de militaire oplossing de beste oplossing was. En de Partij van de Arbeid helemaal verdeeld was. En de Partij van de Arbeid heeft toen voor de keus gestaan, gaan we mee met die actie? Want als we het niet doen, dan gaat het toch door, maar dan met andere partijen. Of blijft het kabinet, dekken we die actie met onze verantwoordelijkheid? En blijven we daarmee in de regering en hebben we de kans om het nog een beetje bij te sturen? En dat is een buitengewoon spannende conflict geweest. Dat eigenlijk van dag tot dag wisselden de kansen. Gaat het wel door, gaat het niet door? Er zijn nachtelijke kabinetsvergaderingen geweest waar het heel hoog ging. Er zijn mensen voortdurend dreigden met opstappen en sloegen met deuren. Het is denk ik een van de meest spannende periodes geweest uit de Nederlandse politieke geschiedenis. Goed, die verdeling was fundamenteel door heel Nederland, liep dus ook door het kabinet heen. U schrijft zelf in uw boek dat fundamentele verschil, verdeling in het Nederlandse volk, tot op de dag van vandaag doorgaat. U schrijft, het Nederlandse volk heeft die periode kennelijk nooit verwerkt. Gaan Nederlanders zo slecht met hun eigen geschiedenis om? Ik denk dat een belangrijk punt is geweest dat het nooit tot een goede berechting is gekomen van de dingen die echt fout zijn gegaan. Er is relatief heel weinig fout gegaan. Officieel Nederlandse standpunt is, het leger heeft zich correct gedragen. De regering heeft daar een paar voorbehouden op gemaakt in 1969 toen ze dat naar buiten brachten. Toen ze een grote nota hebben uitgebracht. Ja, toen hebben ze gezegd, we moeten op twee punten voorbehoud maken. Maar ze hebben, er is nooit een goede berechting geweest. Want als je de schuldige berecht, heb je daarmee de onschuldige, en dat is natuurlijk verreweg de meerderheid, daarmee ook onschuldig verklaard. En door dat niet te doen, is er altijd die deken overheen gebleven van het zal wel ergens fout zijn geweest. Als je veel uw boek en ook een aantal andere stukken en nota's leest over die tijd, blijft bij mij de indruk hangen, het gaat bij die verwerking vooral om schuld en schande en veel minder om het zoeken naar oorzaak en gevolg. Ik ga eens naar uw buurman, meneer Schreuder. Merkt u dat, hè? De schuld- en schandevraag die steeds bovenkomt, gevolg heeft voor de verwerking van die oorlog door de veteranen? Jazeker, ik denk dat het een van de belangrijkste dingen is die daar een rol in speelt. Misschien ook een reële schuld- en schandevraag. Veel mensen vragen naar de zin van wat heb ik daar gedaan. Maar ook omdat het een reactie is die hoort bij de reactie op schokkende gebeurtenissen. U bent, om u te introduceren, u bent directeur van het Centrum 45. Sinds 1992 helpt u Indië-veteranen bij de verwerking van die trauma's. En daarvoor deed het Centrum 45 dat vooral voor de slachtoffers van de Holocaust. U doet dat nu voor de veteranen. Merkt u, u behandelt zelf ook als psychiater veteranen. Merkt u dat de ene man die in Indië gevochten heeft het trauma makkelijker verwerkt en van zich af kan zetten dan de ander? Ja, ik denk dat de reactie op zo'n schokkende gebeurtenis of een volgorde van schokkende gebeurtenissen heel individueel bepaald is. Strikt persoonlijk. Mensen die in dezelfde situatie zijn geweest kunnen daar heel verschillend op reageren. Maar wat is dan vooral bepalend voor de hevigheid van het trauma waarmee mensen zijn teruggekomen? Bepalend is de situatie, wel de situatie waarin ze verkeerd hebben, wat ze direct hebben meegemaakt, de biologische reactie die dat in hun lichaam oproept. En hoe bedoelt u biologische reactie? Het is toch vooral een psychisch gevolg als je een hevig... We hebben net door de mensen uit Wamel toch twee hele schokkende gebeurtenissen beschreven gekregen. Dat werkt toch vooral op je psyche? Het werkt en op de biologie en op de psyche. Beide. Kunt u dat uitleggen, de biologie? De biologie wordt wel eens vergeten. Als je in een ernstige, gevaarlijke situatie verkeert, je wordt bedreigd, dan gebeuren er dingen in het lichaam. Je wordt heel alert,
Je gaat anders handelen, je kunt sneller handelen, sneller oordelen. Je schakelt bepaalde dingen uit, waardoor je zo goed mogelijk uit die gevaarlijke situatie kunt komen. Dat is een bepaalde reactie, die is biologisch omschreven. Veel mensen die kennen dat, heb je te veel adrenaline in je lichaam, dat hoort daarbij. En dat is een reactie die bij mensen kan blijven bestaan als ze in hele ernstige situaties zijn geweest. Dus dat is een soort chemische reactie, mag ik het zo noemen? Het is een chemische reactie gecombineerd met van allerlei andere. Ja. En die heeft 40 jaar later nog zijn gevolgen? Die kan 40 jaar later nog zijn gevolgen hebben, ja. En zeker omdat dan vaak een hele kleine prikkel toch weer die reactie teweeg brengt. Ja. Dus mensen kunnen bijvoorbeeld veel ernstiger schrikken dan een vergelijkbaar iemand die dat niet heeft. Een van de weinige mensen die in die tijd in de regering zat en die nog leeft is Sikko Mansholt. Een jaar geleden heeft hij letterlijk gezegd: wij die de politieke besluiten hebben genomen moeten duidelijk maken dat die besluiten fout zijn geweest. Mansholt roept het, maar de huidige regering wil dat nog steeds absoluut niet overnemen en onderstrepen. Zou zo'n uitspraak door de regering, de besluiten toen zijn fout geweest, zou dat de mensen helpen in hun verwerking? De zwaar getraumatiseerden die u in behandeling heeft? En niet alleen die. Ik denk dat het zeer zou helpen. Ik denk dat het erg essentieel is dat je kijkt naar degene die op dat moment de beslissing moesten nemen. En dat je niet begint bij situaties waarvan ik me afvraag of ze ook nog reëel zijn of niet, die er mogelijk te velden gebeurd zijn. Ik denk dat daar het begin ligt en dat ik denk dat het voor de veteranen in hun verwerking, en niet alleen van degene die nu last hebben van die traumatische, posttraumatische reactie, maar ook de anderen, een hele goede zaak zou zijn. Zou u het helpen, meneer Den Bieman, als de regering zou zeggen de beslissingen toen zijn fout geweest? Inderdaad, want er is natuurlijk nog op andere punten, er is een rechtsongelijkheid. Want als je ambtenaar was, schoolmeester was geweest, tellen achteraf de Indië-jaren worden dubbel geteld, dus die hebben voordeel aan die 2 jaar. Dus jongens, mensen die in Indië gevochten hebben en later een overheidsdienst nee, gingen? Nee, voor die tijd al een overheidsdienst hadden, ja. Een semi-overheidsdienst. Ja. Die kregen een, nou met pensioen gaan, 65 jaar leeftijd of 60, die krijgen in die jaar dubbel geteld. En u bent geen ambtenaar geworden? Ik ben zelfstandig geweest altijd, maar ook de jongen van de fabriek, dat was geen semi-overheid of een overheidsbedrijf, dus die krijgen dat niet. U krijgt die pensioenjaren niet dubbel, u krijgt ze nou. Nee, ik heb ze nergens te verhalen, ik ben zelfstandig geweest, maar een jongen van de fabriek heeft ook pensioen, een bedrijfspensioen. En dan worden die tropenjaren niet dubbel geteld, maar wel bij een semi-overheidsbedrijf. Dat is een ander punt van hoe u zich onrechtvaardig behandeld voelt. Als de regering nou zou zeggen, ja, maar toch zeggen wij dat het fout was. Zou u dat geestelijk iets aan hebben? Of is dat, zegt u, nou ja, dat moeten ze dan maar concreet maken met iets anders? Ja, ik vind dit alleen mooie woorden, heb je niks aan. Ja, maar ze doen op het ogenblik ook toch veel. Minister Ter Beek heeft sinds 88 een veteranenbeleid ingevoerd. Er is een stichting dienstverlening veteranen gekomen. Het monument in Roermond is er gekomen, waar jaarlijks in herdenking is. Een veteranenpas zelfs. U kunt kortingen op de trein zelfs krijgen. Ik zeg het met een beetje ironie in mijn stem, maar... Nee, dat is niet. Alleen om 1 keer per jaar naar Roermond te reizen. U mag alleen maar... Oh, u krijgt maar 1 keer per jaar korting. Voor die herdenking. Ah, ik dacht dat u... Bij een legerreunie. Nou, meneer Van Wel, vindt u die pas die ik noem, die veteranenpas en het monument, een genoegdoening, een teken van de regering? Wij zijn toch wel degelijk met jullie bezig? Ze hebben eerst zoveel jaren gewacht om iets op te richten. Nu komen er, dat de jongens het aantrekt die er geweest zijn in Indië en allemaal. De laatste keer waren ze 10.000-12.000 mensen aanwezig bij de herdenking op 7 september. En dan zie je er een hele partij hoge gasten langskomen. En dan zeggen ze, jongens, maar we waarderen het en we gaan het waarderen. En we doen dit en we doen dat. En we hebben de veteranenpas uitgevonden. Nou, of ik ze bij me heb of niet bij me heb, dat maakt helemaal niks uit. Meneer Tachsin, deze mannen waren toen dat tijd uw tegenstander, hè? Of moet ik zeggen vijand? Nou, vandaag voelen we het niet meer zo. Nee, ik moet zeggen tegenstander. Ja. U hebt in 1945 de eerste Republikeinse krant in Batavia, Jakarta, opgericht. Brita Jakarta. Ja. Over welke onderwerpen schreef u zo vlak na de Tweede Wereldoorlog? Nou, in het begin waren het gewoon nieuws, hè. Nieuws dat geïnterpreteerd is. Dus verklarend nieuws. En tussen de regels door wordt daar natuurlijk geageerd op de Nederlandse politiek. Geageerd tegen de Nederlandse politiek? De terugkomst van de geallieerde wereld weer terug. U was, behalve journalist, was u ook propagandist voor de bevrijdingsstrijd. Ja. Indonesiërs nu, koesteren die nog enige
haatgevoelens tegenover hun oude Nederlandse tegenstanders? Nu? Nou, ik geloof niet meer. En ik geloof dat af is. Helemaal niet? Helemaal niet. We weten het allemaal, veel veteranen maken reizen naar Indonesië op het ogenblik. Kan probleemloos, hè? Probleemloos, ja. Bent u wel eens terug geweest, meneer Den Bieman? Ja. 12 jaar geleden ben ik terug geweest. Ik zat het meer dansen dan op de Karahoogvlakte. Ook met uw guerrilla-tegenstanders gesproken? Ik heb een tegenstander van de TNI ontmoet destijds in een kampong. En ik heb die man gesproken. Dat kwam in die kampong kwamen we met de bus aan, waren mensen uit heel Nederland natuurlijk. En er kwamen twee jonge jongens naar me toe en daar heb ik tegen verteld dat ik daar 30 jaar geleden als militair geopereerd had. Toen zei hij tegen mij, dan moet je even wachten. Daar kwam er iemand terug, een man van 67 jaar, in 82. Daar heb ik mee gesproken. Nou, die man die greep me op mijn hals en die huilde als een kind. Die vertelde precies wat er gebeurd was, mijn overval bij ons op het konvooi. Hij herkende details waarvan u wist die klopten. Ja, dat klopte precies. Hè? Daar ging je niet zo trots op, maar dat vertelde je zo. Maar die vriendschap die er dan uitstraalt op een gegeven moment, dat heb ik later in Indonesië ook meerdere keren ondervonden met die reis. Die mensen zijn ten eerste niet harddragend. Die kennen niet net als wij harddragend zijn tegenover Duitsers of iets dergelijks. Dat kennen ze helemaal niet. Hè? Andere kameraden die naartoe gaan, die worden ontvangen door de generaal van Medan en rondgeleid en al die dingen meer. Want ik vind zelf achteraf een verademing dat je daar geweest bent. Maar misschien ook met mensen met trauma, hoe je daar ontvangen wordt. De meesten denken, ja, ze hebben nog een hekel aan ons, maar zo is het niet. Die verzoeningsontmoetingen, kijk naar meneer Schreuder, het ligt bijna voor de hand om te zeggen, ja, die helpen. Maar ik vraag het toch ook aan u als psychiater, die helpen, merkt u? Die helpen vaak, als mensen het zelf willen en als ze van tevoren goed inschatten of ze het aankunnen of niet. Ik denk dat het niet iedereen zal helpen. Er zijn mensen voor wie die barrière te groot is en die kunnen het beter niet doen. Nou zijn we dit programma begonnen, meneer Schreuder, met het voorlezen van die anonieme brief die in Wamel zoveel opschudding heeft veroorzaakt. 2 maanden geleden toen die huis aan huis bijna verspreid werd. Zou u iets durven zeggen over die brief? Ja, het is een schokkende brief. Niet in het minst door de manier waarop die onder de aandacht van mensen wordt gebracht. Ik denk dat die veel leed kan bezorgen. Aan de andere kant, het geeft ook iets aan van hoe het voor veel mensen nog leeft, bijvoorbeeld bij de briefschrijver zelf. Veel mensen hebben dat slagveld nog in hun hoofd. En ik denk dat het ook een voorbeeld zou kunnen zijn van misschien wel de schuldvraag waar veel mensen mee rondlopen. En waar ze misschien wel eens antwoord op zouden willen hebben voor zichzelf. Misschien ook door anderen. Ik wil toch ook eindigen met hoe moet je nou met die brief omgaan. Hij is geschreven, wij praten er nu over. Meneer Van Valburg, u heeft hem ook gekregen in Wamel? Nee, ik heb hem onderweg ergens opgepikt een keer. Want hij is ook elders nog verspreid, die brief. Nou, hij was gelegd bij een monument in Tiel, waar 14 namen op staan van mensen uit Wamel, mannen, die dus in september 1944 meedogenloos zijn neergeschoten daar. Ja. Dat is een gedenksteen. En daar lag die brief ook bij. En dat is ook in september dit jaar geweest. Ik heb meer vragen aan Parsifal. Wat wilt u die man zeggen of die vrouw? Daar is de camera. Waarom brengt Parsifal Wamel en Rawagede in verband met elkaar? Hij roept initiatief op in Wamel. Wat moet Wamel daarmee? Ik zou het niet weten. Nee. Maar als hij nou eens die meer achterbakse methodes achterwege liet en eens achter de dekking vandaan kwam, dan kon er misschien op een gewone manier over gesproken worden. Met een open vizier. Inmiddels concludeer ik dat het met open vizier praten over onze Nederlandse historie in Nederlands-Indië nog steeds een beetje onmogelijk is. En dan kijk ik toch nog één keer naar Ad van Liemt. Als je dat realiseert, hè, dat het eigenlijk de afgelopen 25 jaar voortdurend onmogelijk is gebleken. Durft u nou te concluderen als journalist na dit bronnenonderzoek, er zou een weg kunnen zijn om er wel over te praten in Nederland en tot conclusies te komen waar ook allerlei individuen met een trauma wat aan hebben? Het is wel erg laat inmiddels. Te laat? De kans lag in 69, toen de overheid, de regering met een nota kwam over wat er misgegaan was. De beroemde excessienota. Ja, het is makkelijk achteraf praten. Was er toen een parlementaire enquête gehouden waarin alles werd onderzocht. Schuldvraag,
met name de politieke verantwoordelijkheid, dan had dat misschien, ik weet het ook niet, tot een discussie kunnen leiden en tot een openheid waardoor ja, dit soort verstopt gedoe niet nodig was geweest. Maar het blijft natuurlijk een zo traumatische ingreep in de Nederlandse geschiedenis. Een van de mensen uit Wamel zei, het is van 1940 tot 1950 oorlog geweest voor ons. Dat is niet zo 1, 2, 3 weg. Ik wil u tot zover allemaal zeer hartelijk danken. Over 2 weken is dit programma er weer. We hopen dat u dan weer kijkt.